En deze kan ik misschien wel raken. Och, duikt hij net weg. Wat een klote beest. Kom op, kom op. Hallo kijkers van Gods Games. Hier ben ik weer met een nieuwe aflevering van Tekkit. En we gaan weer even kijken wat we hier weer gaan doen. We hebben natuurlijk de vorige keer hier zo alle machines klaargezet. We hebben hier zo een electric furnace. We hebben een extractor. We hebben een macerator. Die hebben we allemaal al. We hebben een energy condenser. Alleen nu is het natuurlijk, wat gaan we precies doen? De energy condenser staat hier natuurlijk niet voor niks. We moeten wat extra diamonds gaan maken, zodat we kunnen gaan beginnen aan wat extra dingen. Ik moet natuurlijk sowieso een solar panel maken. We hebben voor een solar panel dit allemaal nodig. Op zich is dit helemaal geen probleem. Een generator is best simpel. En we hebben de energy condenser. Dus dat komt helemaal goed. Wat ik nu eerst ga doen is eventjes al mijn spullen eventjes netjes in de chest doen. En dan gaan we heel even naar de nether toe. Want ik moet wat glowstone hebben. Ik moet natuurlijk wat glowstone om gaan zetten in verschillende... In verschillende dingen zoals tin, diamonds, koper. Ik heb van alles nodig. Zit hier nou weer een mop? Ik dacht even dat ik iets hoorde, maar doet er niet toe. Even kijken, ja, we hebben best wel wat glowstone nodig, dus ik ga ook echt voor een heleboel. Ook gaan we deze aflevering proberen overklokkers te maken voor onze macerator en furnace, zodat die in ieder geval sneller gaan. Alleen ik weet niet of één generator genoeg power kan leveren om hier echt veel overklokkers in te doen. Ik denk het niet, dus dan zullen we echt... Nou, meer solar panels moeten gaan maken, zodat we een bedbox ons volkomen. En we moeten natuurlijk zo'n grotere elektronische opslag maken. Jeetje, kom even niet uit mijn woorden. De mob drop zaten hierbij. Zo, we hebben lekker veel bones. Nou ja, echt rubber hebben we niet echt meer nodig, want ik kan natuurlijk gewoon sticky resin daarin gooien. En zoals je hier ook al ziet, ik heb hier weer een hele stack rubber. Volgens mij hebben we nu 2 stacks rubber bijna. Ja, dat hebben we niet echt meer nodig. Ja, we gaan maar even lekker naar de nether. Oh, wacht, mijn wrench laat ik hier wel achter. Die stop ik wel even in de belangrijke chest. Deze stop ik weg. En dan kunnen we gaan. Ja, we hebben geen boog, dus gas zijn alleen wel een probleem. Maar ja, dat zien we dan wel weer. Even kijken, daar gaan we dan. Hopelijk zit er een beetje glowstone op een redelijke plaats. En spawnen we een beetje op een redelijke plaats. Ah, dit is een mooie plek om te spawnen. Alleen, even kijken. Vaak zitten hier dan ook van die glowstone paals. En die zitten er dan nu niet. Oh jeetje, wat is dit voor rare nether? Ik zal wel even een waypoint hier neerzetten, anders vergeet ik dadelijk waar ik precies heen moest. Even kijken, dat was... Nee, niet deze knop. Deze knop. Portal. Zo, blijft hij hier dan ook staan? Yes, oké. Dan weten we in ieder geval dat we hierheen moeten, mochten we de portal kwijtraken. Wat nog wel eens gebeurt bij mij. Dat kunnen jullie zien in de Hardcore Survival. Even kijken, hier kunnen we rustig naar beneden. Misschien dat hier wat glowstone zit? Nee, ook niet. Ik moet trouwens geen oors gaan hakken, heb ik gehoord in de reacties. Ik heb trouwens... Ja, ik heb wel blokken bij me. Oké, gelukkig. Want als ik hier oors ga hakken, dan kunnen ze 1 ontploffen en 2 pigments worden agressief. Nou ja, dat zijn 2 dingen waar ik absoluut geen zin in heb. Daar zie ik wel wat glowstone is makkelijk te pakken. Dus we gaan even kijken of we daar een beetje makkelijk naar boven kunnen komen. Hoppakee. Ik weet niet wat die grijze vlakken trouwens in mijn beeld zijn, maar... Ja, ik heb geen flauw idee. Ik loop er nu in 1. Ja, en ik zie niks raars hier, dus het zal wel. Daar zit ook glowstone. Oh, daar zit een heleboel glowstone. We gaan eerder daarheen proberen te komen. Even kijken hoe we dat precies gaan doen, want hier zit natuurlijk weer allemaal lava. Waar we helemaal geen zin in hebben. Zo, even een bruggetje bouwen. Hoppakee, en dan hier weer een bruggetje bouwen. Zo. Oké, en dan kunnen we hier naar boven gaan. Even kijken, die pigment staat hier nog wel. Die hebben we helemaal niet nodig. Oké, hier zit echt heel veel glowstone. Nee! Oh, shit. Hij begint op mij te schieten, die stomme gast. Even kijken. We moeten hier snel langs heen, want we hebben geen zin om dadelijk te... bij de lava. Nee, nee, nee. Oh jeetje. Stomme gast. Ga weg. Oké, gaan we... Die was net mis. Oké, nog een keer proberen. Oké, ja, die gaat raak, of niet? Nee, net niet. Ah, oké, die raakte mij. Ja, ik ben hier zo slecht in, hè. Dat zie je maar weer. Kom op. Ja. Nee, mis. Weer. Mis. Oké, weet je, ik ga wel gewoon door met waar ik mee bezig was. Laat die gas maar even wat het is. Misschien kunnen we hem zo wel uitschakelen. Ik zie hier in ieder geval een heleboel glowstone. Dan moet ik alleen oppassen, want die gas kan mij natuurlijk hier afschieten. En dat gaat hij ook zeker weten doen als hij weer bij mij in de buurt komt. Kijk, dat bedoel ik. Oké, hij schiet daar nog tegenaan.
Nog een keer daar tegenaan. En deze kan ik misschien wel raken. Och, duikt hij net weg. Wat een klote beest. Kom op, kom op. Ga nou eens dood. Ik had echt een boog mee moeten nemen. Hier, bang. Hoppakee. Daar zijn we vanaf. Oké, nou kunnen we rustig verder met de glowstone. We hebben natuurlijk een heleboel nodig, want de EMC-waarde ligt heel erg hoog. Volgens mij is het zo'n... wat was het ook alweer? Ik heb geen flauw idee. In ieder geval een heleboel. Even kijken, we kunnen al wat gaan hakken hier. Hoppakee. De EMC-waarde ligt op 384. Dat betekent dus dat als je een stackie erin doet, dat je ongeveer... een stackie erin krijg je 3 diamonds ongeveer, volgens mij. Dus dat is best nice. En een stackie, ja, dat heb je zo verzameld met glowstone dust. Want kijk, het gaat super snel. Alleen is het vervelend dat het altijd in de lucht hangt. Dat is enige rotte van glowstone. Even kijken, kunnen we er zo makkelijker bij? Ja, we kunnen nu nog meer blokjes weghakken. Kijk, als die op de grond komt te liggen, dan maakt het niet zo heel veel uit. Dan kan ik het zo wel oprapen. Hoppakee. Echt vies veel glowstone hier zo. Wow, het gaat nog helemaal door naar boven ook, joh. En daar zit weer een aparte pijl. Even kijken, hoe kan ik hier het beste... Hoor ik nou weer een ghast? Ik hoop van niet. Die zijn aardig irritant. Vooral als je geen boog bij je hebt. Je kan ze niet eens neerschieten. Even kijken. Zo. Dit is een heleboel EMC-waarde al wat hier op de grond ligt. Even kijken, hier zijn we in ieder geval klaar. Deze pijl is weg. Nou moeten we eigenlijk daar verder. Zo, er ligt hier echt ziek veel. Even kijken hoor. Hoppakee, hebben we 2 stacks met dit? Ik denk het net. Net niet. Nee, net niet. Oké. Nou zit daar nog een pijl. Volgens mij is die wel makkelijk. Ik moet alleen even wat blokjes ervoor gaan verzamelen. Maar ik heb helemaal geen blokjes meer. Hoewel oppassen dat ik niet opeens een oor uit de muur hak. Want dan ben ik de pineut. Dan kan ik hier snel weg. Zo. Ik hoor wel weer een ghast. Daar ben ik wat minder blij mee. We moeten ook een nether castle gaan vinden. Want als wij een blaze rod hebben. Dan kunnen wij namelijk een automatische EMC collector maken. Oftewel dan... kun je de hele tijd doorgaan met EMC en diamonds farmen als het ware. Dat hebben we gemaakt op een multiplayer server laatst. Want ik ben ook voor de gein weer eens even begonnen op een multiplayer server. Niet omdat jullie te weinig tips achterlaten. Nou ja, er zijn een paar mensen die echt vies veel tips achterlaten. En een paar die helemaal niks doen. Of echt gewoon halve tips. En dan wordt er geklaagd op mij dat ik dan niet in de reacties kijk. Of niet hun naam opnoem. Ik kreeg een reactie vorige aflevering van Dylan. Waarom noem je alleen Hessel zijn reactie of Hessel zijn naam bij de reactie? Heel simpel. Hessel die laat al 40 Pixelmon afleveringen zowat. En al de Hexic afleveringen een reactie achter. En ja, het is een beetje... Ja, hij doet dat gewoon elke keer standaard zowat. Ik hoef er niet eens op te vragen of zo. Maar hij laat gewoon continu goede reacties achter. En sommige mensen die laten dan een reactie achter met iets... Wat, ja, net zoals laat de bomen staan. Van de rubber, ja. Oké, er groeit de rubber opnieuw aan. Maar ik bedoel, ik moet toch ook eerst meer bomen verzamelen. Allemaal dat soort dingen. En ja, eigenlijk hoor ik daar niet eens op in te gaan. Maar dan kan ik toch niet begrijpen dat sommige mensen totaal niet echt nadenken. Maar ja, goed. In ieder geval, jullie zijn voor de rest wel awesome hoor. Ook als je een slechte reactie achterlaat. Maar het gaat er gewoon even om dat, ja, dat Hessel gewoon altijd goede shit achterlaat waar ik veel aan heb. En ja, dan is het gewoon bijna standaard geworden om zijn namen bij te noemen. In ieder geval, we gaan weer verder even naar een andere glowstone pijl. Ik zie er hier nog eentje die best makkelijk te bereiken is. En ik denk dat we daarna wel genoeg hebben. Want ja, ik kan hier wel bezig blijven, maar dat wordt op een gegeven moment ook een beetje saai. Even kijken, we gaan hier even naar boven klimmen. Hopsakee. We zitten tegen de glowstone aan, dan gaan we gewoon even hakken. We rapen het later wel op, anders moeten we heel het moeilijk gaan doen. Zo, dit is ook weer super veel glowstone. Oh, en ik hoor weer een ghast. Niet schieten, AUB. Zo. Zo snel mogelijk hier weg trouwens, want ik heb geen zin om dadelijk overhoop geschoten te worden door een ghast. Hoppakee, nog een klein beetje. Hier nog een klein beetje, zo. En... Ja, kunnen we zeker net niet bij dit laatste blokje. Oh, jawel. Oké. En weer naar beneden durpen. Zo. Dan gaan we even alles oprapen. En dan gaan we even kijken hoeveel glowstone dus we precies hebben. En dan kunnen we denk ik terug naar huis. We hebben 1, 2, 3, 4 stacks. Dat is genoeg voor 12 diamonds. Nou, ik vind het even helemaal prachtig. Ik ga even kijken hoe ik ook weer naar huis ben gekomen. Ik heb in ieder geval sowieso een waypoint. Dus ik kan wat dat betreft makkelijk weer terug naar huis. Volgens mij was ik hier ergens beneden...
Oh, dit is gevaarlijk om zo weer te springen. Kan ik hier gewoon springen? Jawel. Hop. En kwam ik dan hier vandaan? Even kijken. Nee, ik kwam niet hier vandaan. Hier zit te veel lava. Ja, hier ben ik heen gegaan. Daar ben ik omhoog geklommen. Dus ik denk dat ik dan via deze kant omheen moet. En dan ben ik er. Nee, niet hier naar beneden. Ik moet even één voedsel overlaten sowieso. Want dan kan ik hem straks even met wat glowstone dust in de EMC collector gooien. Of in de energy condenser gooien. Dan heb ik wat meer voedsel. Ja, hier zit de portal. Hier kan ik naar beneden of naar boven klimmen volgens mij. En ja, oké. Okay. Dat is mooi. We hebben best wel een veilige portal wat dat betreft. Want we zitten midden in een grot of zo. Dus ghasts kunnen ons sowieso al niks maken hier zo. Dat is al fijn. Want soms heb je dat je de nether in komt en dan sta je op een klein stukje en dan schieten er gelijk ghasts op je. Oké, we hebben dus nu heel veel glowstone dust. We kunnen nu een heleboel dingen gaan maken. En als het goed is, was het dus zo. Als ik nu glowstone ervan zou maken, zou het nog meer geven. Even kijken. Je hebt 4 nodig. 4 keer... Nee, dat is hetzelfde. Nou ja, dat maakt niet zo heel veel uit. Dus ik hoor weer dat er een zombie op mijn deur aan het rammen was. Moet je hier komen ook. Hoppakee. Oké, dan gaan we nu eerst even wat voedsel erbij maken. En dan gaan we even verder kijken wat we kunnen doen. Steek je hierin. En nou, even kijken. Hoppakee, we hebben een heel stack voedsel. Dan hoeven we in ieder geval niet meer naar buiten om voedsel te gaan collecten. Wat hebben we nog meer nodig? We hebben nu eigenlijk... deze machine of deze solar panel nog nodig. En dan kunnen we eigenlijk door naar een low voltage. Maar daar heb je er echt super veel voor nodig. Even kijken, we gaan er sowieso 1 maken. En dan misschien wat glass fiber cables. Maar dat weet ik nog niet zeker. We hebben glass nodig, coal dust. Hoe maken we coal dust? Ik denk door gewoon coal in de macerator te doen. Hebben we nog veel coal? Even zien. Hier zit helemaal niks in. Misschien nog in de furnaces. Nee. Huh, hoe komt hier nou? Zit hier nou een stek? Oké. Generator, nee. Nee, volgens mij hebben we helemaal geen coal meer. Meen je dat nou? Hebben we nou echt gewoon 0,0 coal? Nou ja, weet je wat? Dan gaan we heel eventjes hierheen. Dan gaan we heel even kijken, want volgens mij heb ik echt nog wel ergens heel dichtbij coal laten zitten. Omdat ik coal niet zo heel belangrijk vond. Eentje is natuurlijk al genoeg om hem in de condenser te gooien. En dan hebben we alweer zat coal. Even zien. Zit hier makkelijk om te pakken coal? Hier beneden, nee. Zoals je ziet moet ik helemaal die grot inlopen. Hier zo. Nee. Oh, val ik naar beneden. Prima. Ik zie hier nog wel sapphires. Dan gaan we die eerst even pakken. En, oh kijk, hier hebben we coal. Mooi. Even deze sapphires ook gelijk meenemen. Heeft ook een EMC-waarde van 1024 of zoiets. Kijk, dat is toch alweer 5000 EMC. Is bijna 1 diamond. Zo. Dan neem wat coal mee. Een paar. Zo. En nou, daar zit nog wel een ruby, maar ik heb geen zin. Oh, hier zat ook nog coal. Ik heb geen zin om helemaal weer terug te lopen. Netherrack hebben we ook. Meegenomen. En eigenlijk heb je nu, vanaf dit moment heb ik van alles nog maar 1 blokje nodig. Dus wat dat betreft ja, hebben we al genoeg spullen van alles. Het is natuurlijk wel handig om bij te minen, want je EMC raakt op een gegeven moment op. Kijk, eigenlijk is het nu zo dat de glowstone dus die ik mee heb genomen telt als EMC. En daar komt momenteel niks bij, dus al gaat er alleen maar op. En uiteindelijk als je allemaal dingen hebt gemaakt, heb je dus geen EMC waarde meer. Even zien. We moeten nog wat... van deze sugarcane laten groeien, of course. Want we willen uiteindelijk een enchantment table. Gaat niet super snel, maar ja, dat komt uiteindelijk wel. Even kijken. Nou hebben we nodig wat coal dust. Als het goed is, was dat dus door coal in de macerator te doen. Even kijken. Dit is wel even genoeg. Hoppakee, want we hebben toch een electric furnace. Die gebruiken we voor de rest. Daar gebruiken we de rest niet meer. Even kijken, werkt dit? Ja, er gebeurt wel wat. Waarschijnlijk krijg ik hier dan coal dust van. En als ik coal dust heb, kan ik dan waarschijnlijk, ja, die solar panel shit gaan maken. Nee, we moeten deze hebben, dat electronic circuit, dat weten we wel. Hebben we daar nog spullen voor? Oh, wacht, hij is klaar. Ja, coal dust. Oké, laat die maar even doorgaan dan. Gaan we ondertussen electronic circuits maken. Dan hebben we die nodig en heel veel copper cables. We hebben er 2 nodig sowieso. Hier zit ook weer, what the fuck, ik vind overal glowstone dust opeens. Even kijken, 2 hebben we hiervan nodig. Laten we er 4 maken, want die zullen we nog wel vaker moeten gebruiken. Ook voor de overklokkers die we kunnen gaan maken. Zo. Daar. Zo. En daar. En dan gooien we die gewoon in het midden. Hoppakee. We hebben 4 van de electronic circuits. Oké. Dan hebben we nog meer nodig. Coal dust, glas. Hebben we nog glas? Ik weet het niet.
Hebben we dan nog wel zand, hoop ik. En anders moet ik even wat zand gaan collecten. Ik denk dat we geen glas meer hebben. Nee, ik loop sowieso wel even naar buiten. Zoveel moeite is dat niet. We hebben hier vast wel zand in de buurt. Hoppakee. Nou, ik zie hier bijvoorbeeld al zie ik dat er heel veel zand zit. Dus en één blokje is genoeg. Oh, we hebben zelfs een woestijn naast ons. Nou, één blokje. Hoppakee. Want ja, we hebben de AMC collector. En volgens mij stelt zand voor één AMC. Dus als je één glowstone dust erin doet, heb je gelijk 384 zand. En even kijken, klopt dat? Ja, één AMC, dus één glowstone dust. Oh, nou, hoeft niet eens. 22 is al voldoende. Dan gooien we dat even in de electronic furnace. Deze halen we eruit. Even zien, de solar panel. Daar hebben we dus de coal dust voor nodig. Die is denk ik wel klaar. Ja, de coal dust is klaar. Nou, dan moeten we wachten op glas. Nou ja, glas hebben we ook. Is ook één AMC. Dus wat doen we dan? Dan gooien we hier de glas in en hier het zand. Oh, ik zal één blokje zand bewaren. Zo, nee, zo. Hoppakee, en we hebben glas. Oké. Glas hebben we, dan doen we eventjes het zand. Even kijken, deze chest gebruiken we even voor alle 1 blokjes. Zo, een van die, die heeft geen EMC-waarde. Dan begin ik alvast hiermee. Zo, deze heeft ook geen EMC. Deze heeft wel EMC. Coldust ook niet trouwens. We stoppen gewoon van alles er even 1 in. Zo, dit is wel even handig, want anders kun je elke keer opnieuw die dingen gaan maken. En dat is heel vervelend, of course. Solar panel. Die hebben we. Dan moeten we nog een generator hebben. Daar hebben we batterijtjes en refined iron voor nodig. Iron is ook lastig. Dus dan doen we hier alvast eventjes de iron in. Zodat die doorgaat. En dan gaan we hier ze alvast naar boven graven. Oh, één blokje maar. Misschien dat we wel meer solar panels gaan maken uiteindelijk. Ik zal ook even 2 generators maken. Daar hebben we een batterijtje voor nodig. Even zien. Batterijtje is tin. Tin dust hebben we hier nog heel veel. Nou, weet je wat we doen? Pakken tin dust en tin. Dan gooien we hier eventjes de tin in. En dan gooien we hier de dust in. Hoppakee. Dan hoef ik het ook niet allemaal om te smelten. En ja, dit werkt ook. Hoppakee. Tin. Dan gaan we even batterijtjes maken. Dat was zo. Zo. Dan heb ik er 2 nodig. Dus 2 batterijtjes, zo, zo. En dan die erboven. Dan hebben we refined iron nodig. Dat is zo. En oh, wacht. En een iron furnace. Even zien. Dan moet ik 2 iron furnaces maken. Voilà. En die doen we dan hier. Deze doen we tik, 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 tik. En dan die daar. Zo. Dan even kijken. Solar panel was zo. Die. Oké, dan moet ik nog 1 coal dust extra hebben. Die heb ik ook waarschijnlijk wel nu. Ja. Dan was het dus, als het goed is kan ik een vraagtekentje doen. Ja, oké, zo staat hij goed. Dan hier 2, hier 2, hier 2. Hier 2, hier 2. En dan hier 2. En dan overal 2 glas. En dan kan ik 2 solar panels maken. Yes, oké. Gaan we even naar boven, gaan we even kijken hoe we die precies gaan plaatsen. En eventjes de bomen weghalen en zo er rondom. Want dat is wel heel veel... Wat? Oh, het is licht. Waarom valt deze spin me aan? Dat doet hij normaal nooit. Zo, hakken we hier even deze boom weg. Waarom krijg ik nu pas de achievement Getting Wood? Dat snap ik dan ook weer niet helemaal. En deze boom even weg naar die spannen vanzelf. Dan zit hier dus de solar panels. Even kijken, dan doen we zo, zo. Oké. Nou, die bladeren help ik wel even een beetje mee. Zo, even weghalen. Als het goed is, moet ik dus nu ook zonlicht krijgen... En dat werkt dus ook met koppercable. Even kijken, dan moet ik hier nog een koppercable op aansluiten. Zo, even kijken. De generator staat uit. En hij blijft power krijgen. Even zien. Ja, hij blijft power krijgen volgens mij. Ja, want de generator staat uit. Dus... En ik zie hier heel de tijd power bij komen die vervolgens hierin gestopt wordt. Alleen ik zie dat hij niet genoeg haalt om alles bij te houden. Oké, maar wacht, als ik deze dan uitzet, gaat deze dan weer omhoog? Nee, dan haalt hij het nog niet. Als ik deze ook uitzet. Huh? Wat doet hij nou precies? Gaat hij nou... Wat staat er nog aan? Deze krijgt nog stroom. Als ik deze nou ook eens leeg haal. Hij gaat leeg. Deze blijft stilstaan. Het is toch dag? Of... Ja, oké.
het regent. Waarschijnlijk als het regent, dan telt het ook niet. Nou, dan moeten we voorlopig nog maar even de generator weer aanzetten voor stroom. Ja, kijk, dit werkt wel. Oké, nee, dan... Ik snap het niet helemaal. Misschien dat ik iets fout heb gedaan. Als jullie het weten, vertel het me dan. Wat is dit dan? Hier kan ik waarschijnlijk een batterij in doen. En dan kun je ook zien of die werkt, trouwens. Laten we dat eens doen. Batterijtje. Zo. Oh, wacht, we hebben geen kopperkabels meer. Hebben we nog wel kopper in onze inventory? Nee, we hebben ook geen kopper in onze inventory. Laten we dat nog eventjes snel doen. En dan is het wel weer tijd om af te sluiten. Even zien. We stoppen hier even wat dust in. Want de dust is eigenlijk ook gewoon een oor. Oh, nou heb ik de tin er ook in gestopt. Dat is niet helemaal de bedoeling. Even kijken. Even wat kopper maken. Kopperkabels heb je natuurlijk best wel veel nodig. Dus we maken er gewoon een heleboel. Hoppakee. En hier de kopper. Zo. Hoppakee. 42 kopperkabels moet voldoende zijn eventjes. Batterijtjes maken. Even kijken, dat doe je zo. En dan hier. En als het goed is, als ik hier dan een batterijtje in stop, hoort hij zichzelf op te laden. Is dat namelijk zo? Nou, als het licht is dan. Ja, het is nu donker. Dat werkt niet, Dylan. Lekker slim. Nou, laat in ieder geval het batterijtje hierin zitten. En dan zullen we de volgende aflevering kijken of het werkt. En anders, ja, dan moeten we even gaan kijken wat we fout doen. Volgens mij moet het werken. En kun je hier nog meer solar panels aanzetten. Maar dat zien we dan de volgende aflevering wel. Mensen, ik wil jullie in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Tekkit. We hebben best wel weer wat kunnen doen. We hebben solar panels gemaakt. We hebben wat glowstone dust gehaald. En we kunnen nu gewoon de volgende aflevering weer lekker verder. Mensen, vonden jullie het leuk? Doe dan even een blauw duimpje. Abonneer nog even als je nieuw bent. En ik zou zeggen, tot de volgende aflevering. Later.